Een schuilstal bouwen voor je paard. Waarom zou je een schuilstal voor je paard willen bouwen? Een schuilstal biedt jouw paard de mogelijkheid om uit de wind en uit de regen te staan. Het is helaas in Nederland niet verplicht om een schuilstal te hebben voor je paard of eventueel voor andere dieren, zoals koeien, Schotse hooglanders of voor ons kleinvee, zoals schapen, alpacas en geiten. In België is een schuilstal wel verplicht. Gelukkig zijn er in Nederland genoeg die er wel voor zorgen dat hun paard wel een goede schuilstal heeft. Heb je een vergunning nodig voor je schuilstal? Voor je een schuilstal gaat plaatsen, moet je erop letten dat je niet zomaar een schuilstal neer mag zetten. Het kan nodig zijn om een bouwvergunning aan te vragen. Check dit in de eerste instantie via de website van het omgevingsloket, om zo te zien wat je per locatie mogelijk is. Een andere handige website is die van de Rijksoverheid. Hier kun je snel zien wat wel en niet mag om vergunningsvrij te bouwen. Maar zoek altijd contact bij jouw lokale afgevaardigde voor dergelijke zaken. Dus iemand van de lokale gemeente die weet precies of je wel of geen vergunning nodig hebt. Meestal zal de lokale instantie die hierover gaat wel een bouwvergunning geven. Al kan het in sommige gevallen wel zo zijn dat je helaas geen vergunning krijgt. Een en ander is afhankelijk van de locatie waar je de schuilstal wil bouwen. Wanneer je geen bouwvergunning krijgt, dan is het handig om te kijken naar alternatieven, zoals een container, al is dit niet helemaal ideaal. Hoe bouw je nu zo'n schuilstal voor je paard? Nou, het vergt wel enige voorbereidingen. Je moet er rekening mee houden met de meest voorkomende wind- en regenrichting. De westkant is de wind- en de regenkant. Zorg ervoor dat u de dichte kant van de schuilstal naar de regenkant staat. Hierdoor kan je paard altijd schuilen. In je schuilstal wil je een modderpoel voorkomen. Om dit te voorkomen is het belangrijk om deze van verharding te voorzien. Hier kun je kiezen voor de meest duurzame oplossing. Dat is een betonvloer met betonpoeren. En die stort je dan in één keer met elkaar mee. In deze betonvloer en betonpoeren voorzie je voldoende betonstaal, zodat het geheel voldoende sterk is. In de betonpoer komt ook een draadeind van M16. Deze is nodig om later de paal op te zetten en te stellen. De andere optie is om na het plaatsen van de betonpoeren alles te bestraten met betonklinkers of betontegels. De duurste optie is natuurlijk de betonvloer ten opzichte van de klinkervloer. Voor je kunt beginnen met de betonvloer of bestrating is het belangrijk om alles uit te graven en een stevig zandbed aan te brengen. Met behulp van een trilplaat kun je dit zand dan stevig vast trillen. Mocht je niet in bezit zijn van een trilplaat of je hebt niet de mogelijkheid om deze in de buurt te huren, kun je het ook op een andere manier oplossen. Je zet het zandbed dan helemaal onder water. Nadat het water erin is getrokken, doe je dat weer een keer, net zolang tot het zand niet meer inklinkt. Vergeet ook niet om het zand aan te vullen, waar nodig. Dan ga je het houten geraamte plaatsen van de schuilstaal. Nadat de betonpoeren en eventueel de betonvloer is uitgehard, kun je met het opbouwen beginnen. Eerst plaats je de palen op de betonpoeren. Deze palen voorzie je vooraf van een vierkante roest van stalen plaat ter grootte van de paal. In deze roestvrij stalen plaat boor je vooraf meerdere gaten van rond 5,5 mm en in het midden een gat van rond 18 mm. Boven dit gat las je een M16 moer. Deze moer doe je
rondom vastlassen, zodat deze stevig zit. Daarna draai je de paal op het draad uit die in de betonboer steekt. Het geheel dient goed waterpas te staan. Plaats daar de balken die de palen aan elkaar verbinden en plaats de schoren. Hierdoor ontstaat er een stevige ruimte. Dan worden de dakspanden geplaatst. Nu gaan we de schuilstal water en wind dichtmaken. Nu het geraamte staat, kun je het beste beginnen om het dak dicht te leggen. Dit kan met watervaste plaat of met doeklas, dakplanken of dakbeschot. Hiervoor gebruik je mes- en groefplanken. Daarna voorzie je de buitenkant van dakbedekking. Dit kunnen dakpannen of bitumen zijn. Voor de achter- en de zijkant voorzie je rabatplanken. Hang er eventueel nog goten aan en dan ben je helemaal klaar. Je denkt nu misschien, oké, leuk, maar hoe bouw ik dan zo'n schuilstal stap voor stap op? Met behulp van onze bouwtekeningen zijn de bovenstaande stappen heel makkelijk te volgen. Je hebt bovendien nog een groter voordeel, want je hoeft alleen de stappen maar te volgen en met behulp van een handige materiaallijst die op elke bouwtekening staat, kun je zo je inkopen doen en de schuilstal maken. Wil je direct toegang tot deze bouwtekeningen? Klik dan op de link onder deze video.